Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Wat een feestelijke week. We zijn gestart met een nieuw jaar en nog belangrijker, Wie is de Mol is weer begonnen. Trek mijn nagels eruit en pis in de open wond, wat een feest. De komende weken is iedereen met paranoia even volstrekt normaal. Niks geen dreiging van een dwangbuis als je begint over afluisterapparatuur in je verstandskies. Iedereen is van het padje. Waar je ook zit, in de tram, bus of op een internetforum over de komst van de leguanenkoning, overal hoor je de wildste theorieën. Saraida droeg in aflevering 1 een groen shirt en de mol houdt van groenige zonnetjes. Dus dan denk je, dit ligt te veel voor de hand. Maar dat is juist heel slim, want zo zet je je op het verkeerde been. Nu ben ik altijd wel te porren voor een complottheorie of een rondje huis, tuin en keuken Sherlock Holmesen. Dus hier mijn voorspelling voor Wie is de Mol 2013. Al is het dit jaar natuurlijk wel iets makkelijker, want we konden maar kiezen uit 9 kandidaten. Janine Abbring heeft namelijk haar rug verbrijzeld. En dat schijnt niet zo heel erg goed te werken, moltechnisch. Handig feitje voor als je graag tuiniert. Mik op die wervelkolom en je begonia's zijn veilig. Ewout Gennemans ligt er als eerste uit en dat is ook wel logisch. Die jongen is biseksueel, dan ga je niet ook nog een keer uit de kast komen als mol. Over de rest valt nog genoeg te zeggen. Paulien Cornelissen laat zich duidelijk te veel leiden door haar kut. Caroline Borges is de ideale mol, want net niet bekend genoeg, maar wel aantrekkelijk en ad rem. Dus die kan straks aan de Wereld Draait Door tafel mooi de plek innemen van een toch wel heel erg oud wordende Claudia de Breij. Het zijn allemaal argumenten waar je heel veel kanten mee op kunt. Maar er is één argument that rules them all. Spoiler alert! Kees Tol komt uit Volendam. Moet ik nog meer zeggen? Dat is hem. Er is geen speld tussen te krijgen. Jan Smit is na het bombardement wel even klaar. Nick en Simon hebben een dipje. Het is tijd voor een nieuw Volendams gezicht. Nou ja, niet helemaal nieuw, want ze lijken allemaal op elkaar. Maar je snapt mijn punt. Kees Tol is de mol. Dat rijmt ook nog eens. Hoe duidelijk wil je het hebben? Dus als je meedoet aan de WIDM-pool op je werk, ga al in op Kees. Dan kom ik volgende week gewoon weer gezellig bijbabbelen.